Sint! 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 Sinterklaas! Wat? Sint! Wat is er toch aan de hand, jongen? Er is toch niet iets ergs gebeurd? Sint! Ja? Hebben ze op dit kasteel ook televisie? Ja, maar natuurlijk hebben wij hier televisie, Piet. Waarom? Want de Witte Piet begint zo! Ja, dat weet ik. Kom maar gauw binnen, gaan we gezellig samen kijken. Oké, Sint! Kom maar. Ik kom eraan! Ja, Witte Piet verheugt me er buitengewoon op. Ja, Sinterklaas, wat is het toch geweldig dat u weer naar Nederland bent gekomen. Moet u kijken wat de mensen er zijn. Dat is toch niet te geloven. En die boten, die prachtige boot, die haalt het toch elk jaar weer. Hè? Ja, de hoenbouworkesten en de vlaggetjes en de oma's en de kleinkinderen. Iedereen is er. Hè? Kijk eens, er blaast die ook nog stoom. Ongelooflijk, hè. En dan gaat hij daar zo direct van het trapje. Ja, dag mevrouw, dag. Dan gaat hij van het... Kijk, daar heb je hem. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas, dag Piet. En dan krijgen al die kinderen krijgen pepernoten. Moetje. En het paard. Dat paard. Altijd rustig. En je loopt rustig door. Dus al die schreeuwende kinderen. Die drachten, die dranghekken staan. Want ja, die willen natuurlijk allemaal pepernoten. Hè? Kijk, zo'n klein Pietje ook erbij. Hè? Leuk, hè. En die jongen met die rode muts, die heb ik wel eens vaker gezien. Wacht even, waar ken ik die nou van? Wat doet die nou? Wat doet die jongen nou? Hé, jongen met je rode muts. Je mag niet zomaar over het hek klimmen. Oh, een veer. Oh, kun jij die gebruiken? Wat ga je ermee doen, jongen? Hé, wat is dat nou? Oh. Ik denk dat ik het door heb. Ja, je wil natuurlijk op Piet lijken, hè? Ja, een muts met een veer en krullen. Maar ja, jongen, je bent wel blond. Nee, een zwarte Piet, dat lijkt je niet. Zou je wel willen, hè? Dat zou jij wel willen, hè? Piet worden bij Sinterklaas met zo'n mooi pietenpak. Pepernoten strooien, cadeautjes uitdelen, over de daken klauteren. Wat krijgen we nou? Oh, zit meneer zomer op de boot van Sinterklaas? Te gek. Nou. Wauw. Jij durft, hè? Jij durft. Zomaar de werkhut van Sinterklaas binnenlopen. Wat een geluk heb jij gehad, zeg. Ja. Maar... Oh, kijk. Het grote boek. Wat ga je nou doen, jongen? Oh? Wel ja. Schrijf gerust een brief, ja. Dan weet de Sint het vast dat jij Piet wil wonen. Ja, slimme jongen ben jij.
Ik moet zeggen, het begint meteen al goed. Neemt hij een kijkje op de boot en vergeet hij gelijk zijn muts. Als je Piet wil worden, moet je niet zo druilerig doen, jong. Zeg Bas. Bas. Ja. Luister eens even. Piet worden, hè? Dat is moeilijk. Ja. Want dan zou je mee moeten naar Spanje. Op de boot. Maar weet je, een aardige jongen zoals jij, die nemen ze niet zomaar mee. Zelfs stoute kinderen nemen ze niet zomaar mee tegenwoordig. Nee. Nee, joh, dat was vroeger. In de zak stopten ze die kinderen dan. Dus jij zal je ook moeten verstoppen. Want anders kan je niet mee met de boot. Daar zit niks anders op, Bas. Maar ja, dan moet je eerst wachten tot het 6 december is. En dat duurt nog lang, hè? Ja, eerst 1 december. Nog 5 dagen. En dan 2 december. En dan krijg je uiteraard 3 december. Wat een spanning, hè? 4 december. En dan 5 december. En vandaag is het Sinterklaasfeest. En morgen, nog 1 nachtje, Bas. Nog 1 nachtje. Nou, Bas, zeg je kamertje me gedag. Je moet op reis, jongen. Pak alles maar goed in. Maar Bas, volgens mij vergeet je nog wat, Bas. Ja, tuurlijk. Beer mag toch ook mee? Die slaapt nog, die is al moe. Goed. 75. Nee. Iemand vergeten? Nee. Nee. Dan kunnen we gaan. Wat zitten we erop, Morden? Nou, volgend jaar zijn we er weer. Mooi. Ik dacht al, waar zou die Bas zich nou verstopt hebben met al die zwarte pieten? Dat is een mooi plekje, ja. Lekker warm. Ja, Franco, als je morgen nou begint met de motor te smeren, verven die kajuitdeuren later wel. Is goed. Maar moet jij nog even wat doen? Want ze vergeten wel eens wat. Als je nou goed oplet, kijk, die wimpeltjes, die moet je ook doen. En die palletjes hier, de hoort het toch gelijk. In de motor is een stuk lekkerder loopt die. Ja, hier, en vooral die hier in zit. Toch niet zo'n goed plekje, hè, Bas. Allemaal ik zou me zorgen voor een andere schuilplaats. Maar pas op, Bas. Pas op, hè. Het wemelt van de zwarte pieten. Pas op, Bas. Oh. Voor pepernoten. Wie ben jij? Wat doe jij hier? We gaan niet naar Sinterklaas. Ga mee. Jij gaat mee naar Sinterklaas. Jongens. Pieten. Sint. Oh, kom er eens kijken wat ik op ons bouwtje vind. Wie is dit? Ben jij Bas? Ja, Sinterklaas. Basje Parlefiet. En jij woont naar de Pieterschool? Ja, Sinterklaas.
En je denkt als ik nou maar mee ga varen, dan komt dat allemaal vanzelf wel in orde. Ja, Sinterklaas. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Waarom eigenlijk niet, Sinterklaas? Waarom eigenlijk? Begrijp jij dan niet dat jij nooit van zo lang zal zijn leven een echte Piet kunt worden? Niet echt. Pas je parlevliet. Al mijn pieten zijn zwart. En jij bent wit, net als ik. En de mensen zijn gewend aan zwarte pieten. Die zouden een witte piet maar gek vinden. Ja. Ja, we kunnen natuurlijk niet terugvaren. Je moet er verder. Dan moet je maar mee naar Spanje. Naar Salamanca, want daar staat mijn paleis. En de pietenschool. Ik kan wel op mijn handen lopen. Zal ik het eens voordoen? Nee. Dat kunnen we allemaal wel. Nee, doe dat morgen maar. Nou, Pedro. Maak maar eens een bedje op voor deze Basje Parlevliet. Dat is goed, Sint. Want jij zult wel niet veel geslapen hebben, hè? Nee. Wat een geluksvogel. Zomaar op de boot mee naar Spanje, naar de Pietenschool. Wanneer zijn we er nou eindelijk, Stuurpiet? Nog een paar uurtjes. En dan zijn we in ons mooie Spanje. Mag ik nou even? Vooruit maar. Maar let op het kompas. De koers is zuid. Ja, maar wat duurt die reis lang? Eindeloos lang. Zee, zee en nog een zee. Hoewel... Land is het! Eindelijk Spanje. En nou wil ik wel eens weten hoe dat paleis van die Sint eruit ziet. Want niemand weet dat in Nederland, hoor. Oh, mooi! Mooier dan je ooit gedroomd had, zeg. Oh. Nou, Bas, kijk eens. Einde van de reis. Dit is het paleis. Dat rijmt. Zo, gaan we hier naartoe. Jongens, zorgen jullie voor de bagage? Zo, Bas. We zijn er. Zo. Juan, Pedro, nou. Was weer een hele reis, hoor. Zo'n oude vent als ik. Maar we zijn er. Dit is nou mijn paleis. Mooi, hè? Juan, het boek. Ja, dankjewel, Sinterklaas. Pedro, breng jij deze jongen morgen naar school? Ja, Sinterklaas. Ja. En Fiducio, jij zorgt ervoor dat zich hier een beetje thuis voelt. Ja, Sinterklaas. En Bas, helemaal boven in het paleis, daar is de Pietenzolder. En daar slapen jullie met z'n allen. Mag lekker bij mij in het stapelbed. Ik boven, jij beneden. Of wil jij boven? Nee, ik ga wel beneden. Zal ik je dan eerst de Pietenschool laten zien? Ja hoor. Kom maar mee. En de volgende, en de volgende, en de volgende, en de volgende. Nou, zegt die Pietenschool, dat is niet niks. Allemaal klassen zijn er. De acrobatiekklas bijvoorbeeld. En daar moet je hard werken. Steeds maar oefenen. Ja, en het lukt niet altijd. Ja. Weet jij hoe groot jij bent, Bas? Ja, Bas hier! Weet jij wat een schoorsteen is? Nou, klim je omhoog. Hop! Vangen! En gooien! En het volgende pakje! Oh, let maar niet op die flauwerik, hoor. Ze lachen wel, maar ze kunnen er zelf ook helemaal niks van, Bas. Ja! Super! Yeah.
aan de kant, 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 aan de kant. Volgende truc! Gesnopen! Ja, en de eerste. Kom op. En... Doe! En de volgende. En de volgende. En de volgende. Oh! Oh, jammer, Bas. Jammer. Je moet gewoon nog veel meer oefenen, jongen. Hand! Hey Bas, moet je pijpen uit? Kom je aan? Sst! Waar ik? Ik heb ook maar zo pijn, wil je dat liever? Nee, pijpen uit. Hier. Valt rustig, Bas. Valt rustig. Lekker in de Spaanse zon, Bas. Ja, je hebt gelijk, jongen. Ja. Ja, het gaat allemaal wel goed, maar dat vel van jou, dat blijft wel een beetje wit, hè? Hé, hey Bas. Ga je met je de boelen? Nee, ik blijf vandaag in de zon liggen. Daar word je bruin van. Dat is toch veel te warm, man? Kan me niks schelen. Ik zal vandaag bruin worden. Nou, dan moet je het zelf. Ja, bruin. Zwart moet je worden, Bas. Hè? Alleen, die Spaanse zon is niet ongevaarlijk, jongen. Is veel te heet om er te lang in te liggen, Bas. Weet jij wat een schoorsteen is? Weet jij wat een schoorsteen is? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Dat jij nooit van zo lang zal ze leven en echter dan niet kunt worden. Van zo lang zal ze leven. Zomaar niet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ik ben het maar. Hier, drink maar wat. Je hebt koorts. Je bent wel dom geweest, hè, jochie? Maar ik ben zo misselijk. Ja. Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Ja, je hebt een zonnesteek. Het is ook niet echt slim, hoor, om in de hete Spaanse zon te gaan liggen slapen. Pedro heeft je gevonden. En toen is de dokter gekomen. En die heeft je pilletjes gegeven en die helpen heel goed. Jongen, 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 ben jij dom geweest, hè? Maar ik wil... Ja, rustig maar. Zeg maar niks. Sint... Ik weet dat je je niet lekker voelt, jongen. Sint, ben ik al bruin geworden? Bruin? Maar jongen toch, je bent zo roze als een garnaal. Ga maar slapen. Jongen, 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 wat voel jij je beroerd, hè, Bas? Wat ellendig toch. Hé, hey Bas. Wat is er met jou gebeurd? Je lijkt net een toverbal. Eerst wit, daarna roze, niet meer rood. Zwart worden lukt je toch niet. Wasje parlevliet. Hij heeft terug. Is zo rood als een biet. Pasje, parlevliet. Daar! Arme Bas. Weet je nou wel zeker dat je Piet wil worden?